Isabella moet het doen van haar studiefinanciering. Ze leent maximaal wat neerkomt op 970 euro per maand. Daarnaast werkt ze in de sportschool, wat haar zo'n 200 euro per maand oplevert. Al met al dus een inkomen van plusminus 1200 euro, waar ze onder meer haar collegegeld en studieboeken van betaalt. En hoe doen jullie dat financieel? Helpt zij mee in de kosten? Ja, ze heeft net een bijdrage voor de boodschappen. Ja. En wat is dat? 50 euro per maand. Ja. Ja. En waar gaat de rest van het geld heen? Ja, of kleding, fitness, leuke dingen doen met mijn vrienden. Dat vind ik ook belangrijk. Zij is, als je het zo bekijkt, rijker dan ik. Ik vind het zo leuk. Ik gun haar dat zo erg. Ja. Nou, iets smakelijk, hè? Iets smakelijk.